Nou, we doen er nog eentje over budenladers. Ik heb er een paar gevonden, die zijn wel leuk. Ik heb er vier. En, we beginnen met deze opname. Ik doe het geluid eerst even uit. Dit zijn ze dus, hè? Dit zijn mannen die dus echt... Die... Kijk, hier in Europa... We zijn 2000 jaar geleden onder de voet gelopen. En we vechten ons helemaal kapot om van die rotzooi af te komen. En deze mensen die gaan hier naartoe vluchten. Want ze gaan ons de katholieke les leren. Ze hebben allemaal les gekregen van de paus. Dat is niet echt de paus, maar dat is gewoon idolatrie, noemen we dat. Dat is het vieze geloof, moet ik zeggen. Wat al snel leidt tot ik weet niet wat. En zij, dat zijn allemaal mannen, die komen dan eventjes hier naartoe. Oh, good luck, man. Dit is wel grappig. Deze jongen, die denkt echt van, ik ga naar Europa toe. En ik ga hier gewoon ongelooflijk goed, ik ga gewoon een lekker wijfje scoren. Want ik ben ontzettend sexy. Ik heb nauwelijks een puistje. Ja, hier een beetje. Nou, nee, voor de rest ziet het allemaal goed uit. Ja. Nou, hij denkt echt, lean back. Gewoon lean back, man. Echt, dat gaat zo echt. Hop, oh, oh, oh. Hé, verdorie. Hé, verdorie, zeg. Au, au. Hé, maar, dat is mijn petje, man. Dat is mijn petje. Die mensen hebben het hartstikke moeilijk, hè. Nou, deze is ook prachtig. Dit is een jongen. En die komt dus uit goedmoedigheid, komt hij dus voedsel uitdelen. En heeft hij allemaal spullen gehaald voor de vluchtelingen die in de toegevlucht zijn. Maar die hebben al snel zoiets van, oké, dit is van ons, dit is van ons. En die jongen die taait daar gewoon lekker af. Die denkt, oké, it's all okay with you, weet je wel. Die heeft die tas met boodschappen, die ligt gewoon op de grond. Die mensen die malen die niet om. Ze lachen hem uit. Ze smijten ze rotzooi op de grond, man. We hebben er helemaal geen behoefte aan al die menslievendheid. Ze willen gewoon... Ja, ik weet niet precies wat ze nou willen eigenlijk, hoor. Maar ze willen hier naartoe komen, dat is in ieder geval duidelijk. En dan met z'n allen in een soort van... Ah, deze is ook heel leuk. Dit is geweldig. Dit is dus Duitsland, dat kunnen jullie zien, hè. En er is één bij, is dat nou een man of een vrouw, maar... Ja. Maar goed, er komen allemaal lui aanloop. En die hebben allemaal een formulierke bij er. Ja, dit is een vrouw. Ja, die ene is een vrouw. Ja, ja die heeft een staartje. Ja, en dan, maar ja, zij durft je niet helemaal natuurlijk de handen horizontaal te halen. Want straks grijpen ze er bij de tieten, weet je wel. En dan stormen ze gewoon door. Ja, ja. Wat moet je er ook mee, hè? Kijk eens, en gewoon een moeder met een kind. Die denkt, kom, ik ga een eindje wandelen met mijn kind. Lekker kamperen in Heiligenkreuz. Dat is de plek van mijn kind. En deze is ook zo mooi. Die kan je ook je kind voor gebruiken. Kijk, want iedereen denkt, aan kinderen heb je niks. En kinderen heb je wel wat. Die kan je gewoon, ik moet zo huilen. Ik ben zo ongelukkig. Ja, dat kan ik me ook voorstellen met zulke ouders die je hier dumpen. Dat zou ik inderdaad ook over mijn nek moeten. Gadverdamme. En hij wil een Job. Nou, heb je ooit het boek van Job gelezen, lul? Nee, boeken hebben we niet gelezen. He. Nee. En dan die arme blanke man met die wandelstokken. Kijk, dus, ik neem niemand iets kwalijk, hè, maar dit is niet een manier om met je kind om te gaan, hè. Toen mijn dochter zo oud was, had ze wel wat anders te doen dan dat ze een emmer water over de hoofd gegeten. Ja, en deze is ook zo mooi. Kijk, hier willen ze dat hek door. Maar dat is dus aan de ene kant dat is gewoon dichtgemaakt. En ze proberen het open te trappen. Er zitten kettingen tussen of zo. En er staan allemaal polities, die staan erachter.
En die schieten dan met traangas, denk ik, of zo. Die proberen ze op een afstand te houden, maar... En daar gaat de big guy. En die trapt hem recht tegenin. Nou ja, en ze geven gewoon niet op. Ja, ze hebben hem open. Ze hebben hem open. Het is gelukt, hoor. Nou, jongens, kom maar binnen. Ga maar fijn hier een baan aanvragen bij Van der Berg Elektrotechniek. En deze is echt prachtig. Zijn vrouw werkt goed mee. Die kan je wel goed aan zien dat die Mohammedanen hebben wel heel goed verstand van hoe de man met zijn vrouw om mag gaan. En die vrouw geeft zich echt over. En ze heeft ook echt het idee van alles wat mijn man doet, ik ga met hem mee, weet je wel. I will follow him. Follow him wherever he will go. There isn't a mountain too high. Echt, en dat kind heeft ook zoiets, nou ja, zolang mama het goed vindt. En ja, dan, ja, kijk, en dat papa op een spoorbaan gaat liggen, dat is gewoon... dat is karma, zullen we zeggen. Och, arme mensen. Waarom doen ze dit soort dingen? Huh? En dit is een oudere film, die even kijken waar die vandaan komt. Ja. Hij is oktober gepubliceerd, maar ik heb het idee dat ik hem daarvoor al een keer eerder gezien heb. Maar. En daar moet even de audio aan. Want het is Nederlands. Hè? Het enige wat wij nodig hebben. Dus dan zou ik me moeten bekeren tot de islam. Ja. Als ik daar woon, ja. Als iets nu binnenkomt en schiet ons dood, is hun schuld niet. Want wij leven hier in de... Koefar-staat. Precies. Dus wat hij zegt, wij leven hier in een koefar-staat. En we kennen dat woord uit Zuid-Afrika. Dat is kaffer. Dat werd een scheldwoord. En in Zuid-Afrika was het officieel, denk ik, niet officieel een scheldwoord. Maar zij geloven dus echt dat ze tussen ongelovigen wonen. En dat idee, dat je andere mensen... Een stempel gaat geven, dat jij dan denkt dat je het eventjes bij het rechte eind hebt, dat is doods, dat is katholiek. Dat is de katholieken zijn, dat is exact katholiek wat je nu ziet. Dit is het katholicisme. Het katholicisme zegt gewoon, er zijn gewoon kafirs, dat zijn ongelovigen, infidels, en die mag je gewoon killen. En dan kan ik nu heel zeurderen gaan doen en de jezuïeten eten en alles gaan bewijzen. Je kan me ook gewoon op mijn woord geloven dat dit zijn katholieken. Hij is een katholiek. Hij is een katholiek. En die erachter staat is ook een katholiek. Hij is gewoon een vriendelijke jongen. Die helemaal niet van plan is om die katholiek of die katholiek of die katholiek te vermoorden. Hij wil dat niet. Hij wil gewoon die mensen aan het woord laten. Nou, moet hij vooral doen. Dat is onze schuld dan niet. Dus hun worden daar niet voor bestraft. Wij worden daarvoor bestraft. Okay. Dus, mijn laatste wat ik wil zeggen. Ja, laatste. Bekeer tot de islam allemaal. Allemaal meisjes gedragen jullie door normaal kleren aan. Ja. En ik heb nog... Wat nummer? 06-112 WH, ja. Vernieuwing. Naar de hel. Naar de vuur. Ja? Naar het vuur. Dus in Palestina. Ja. Hey, dank jullie wel. Oosterwij. Oh, ga neus. De camera alsjeblieft. Hey, ik kan me best voorstellen dat mensen deze samenleving die we hier in Nederland hebben, immoreel of amoreel, of in ieder geval niet zo heel erg moreel vinden. Daar heb ik helemaal geen probleem mee. Het punt is dat moraliteit... Dat betekent dat je respect hebt voor elkaar. En respect, dat hebben deze jongens niet. Die hebben één keer gekeken, die hebben een oordeel geveld en toen vonden ze het genoeg. En respecteren, dat is Latijn, en dat betekent opnieuw kijken. Want re betekent opnieuw en dat is repeteren. En spectre betekent kijken. Dus respecteren betekent opnieuw bezien.
Dus dat je altijd... ik kan een voorbeeld bijhalen. Je hebt een keer een ontmoeting met iemand en het liep niet helemaal lekker af. En ja, de volgende ochtend had je eigenlijk de pest in of zo. Maar dan altijd geef je zo iemand nog een kans. Je moet altijd blijven kijken. En als jij gaat oordelen om jezelf te verheffen, dan krijg je te maken met mijn vader. Dus als deze jongens in dit land elementen zien van Sodom en Gomorra, dan geef ik ze gelijk. Ik kan er gelijk bij vertellen dat hij ook zag toen Saddam Hussein nog in Irak de scepter zwaaide. En in Marokko was het echt niet zo gek veel beter, hoor. Ja, dus, er staat in het Nieuwe Testament, in Matteüs hoofdstuk 7, een heel mooi verhaal over het oordelen. En hoe je daarmee om moet gaan. En dat is niet hoe deze mensen ermee omgaan. Dit is katholiek oordelen. En dat betekent dat je vrouwen mag verkrachten en mannen mag vermoorden. Je mag alles doen wat je wil. Want het zijn infidels. Het zijn kafirs. Het zijn ongelovigen. Dat is niet echt goed nieuws dat dit soort lui er allemaal zijn. Hè? Maar goed, dan gaan we nu even luisteren. Dit is een mooi... Waar ik dus, ik ben hier niet geboren, ik kom niet uit Gelderland. Ik ben allochtoon hier in Gelderland. Want ik ben geboren onder Amsterdam. En ze kunnen hier ook gelijk horen dat ik hier niet vandaan kom. Dus ik zal altijd voor de rest van mijn leven een vreemde eend blijven hier in Arnhem. Zelfs naar Duitsland kan ik niet. Ze zullen altijd blijven horen dat ik dat Amsterdamse broodje heb. Of whatever ik maar heb. Maar niet dat Arnhems. En ik ben hier in Arnhem, ik mag overal naar binnen. En dat was voor mij ook niet makkelijk toen ik hier in Arnhem kwam voor het eerst. Ik had ook geen cent te maken. Maar nou deze manier, met zijn vrouw. What is the problem inside? They put every 8 person in one room and we don't have privacy, we don't have anything inside the room. And ze moeten met z'n achten op een kamer. Dat is dus geen kamer, dat is een zaal. Dan dus moeten we ze achter op een zaaltje. En inderdaad, dan heb je geen privacy. Nee, dan moet je rukken op de play, of terwijl je aan het douchen bent. Ja? Moet je even afspreken met je wijfie. Ja? En dat mag heus wel. Het is very cold. Oh ja, en very cold. Dat valt me dus ook tegen. Kijk, en dan heb ik wel eens iets van... Meneer, heeft u ooit gehoord van de betekenis en de intentie van het begrip IQ? Wat denk je? In hemelsnaam. Als je hier naar de hogere breedtegraden komt, denk je dat het hier warmer wordt? En waar kom je dan vandaan? Uit Oslo of zo? Ik denk het niet. Want als je daar geboren was, dan dacht je hier lekker warm hier. Dan moet je eens even gaan kijken in Helsinki. Kijk hoe warm het daar is. En vanaf Helsinki, dat is nog maar de onderkant van Finland, dan moet je even naar boven gaan, man. Dan heb je je sneeuwschoenen bij je. Waarom? No door, nothing. Och, geen scheidingswandje, geen deur. Ze dachten echt, die Europeanen, daar zou het gewoon goed zijn. En dan komen we hier naartoe en dan krijgen we gewoon van alles. En wij weten niets van geschiedenis, wij weten niets van Babylon. Wij zijn kinderen en wij willen veilig achterop bij vader op de fiets. What did you expect? It's an emergency camp. It's not very luxury. At least it will be the same as the last camp. We have a room, we have a refrigerator, we have... Okay, zijn vorige kamp, dat was een stuk beter. Kijk, nu gaan we praten. Kijk, daar kan ik het ook over hebben. Dus hij dan denkt, ja, dat vorige kampje had ik wel lekker een eigen kamertje. En dan kon hij waarschijnlijk is het zijn vriendin die daar aan de linkerkant, zoals ik het zie, daar staat. Dan konden ze lekker wippie maken. En een beetje ontbijtje eten. En nou is het echt... nou zeg, ik vind het helemaal niks, sorry. Vergeleken met wat hij ervoor betaald heeft. En het vervelende is... Hij heeft er wel voor betaald, natuurlijk. Natuurlijk heeft hij ervoor betaald. Alleen hij heeft ons niet ervoor betaald.
Wij betalen zijn voorzieningen. Heater inside the room. Much better. There than before. What are you doing now? Well, we're thinking all of us we will leave. We cannot stay here. Many people they are leaving already. Many people, 10, 20. En oh, wat erg. Mensen, nu moeten jullie allemaal jullie Kleenex gaan pakken. Want dit is zo zielig. Dus hij is al gevlucht. En dan komt hij in een opvangcentrum en moet hij alweer vluchten. Want het eten is niet te vreten. En ik heb geen privacy. En ik wil een leuke baan. En ik wil een fiets. En ik wil een iPad. En ik wil gewoon naar het zwembad. En ik... ik vlucht naar de plek waar het leuk is. Maar waar is het ook alweer leuk? En waar komt deze meneer vandaan? En waarom was het daar niet leuk? Wat kom je hier doen? Ben je hier soms gestuurd middels een agenda? Dat ik weet, want ik heb Mohammedaanse vrienden, dat ik weet wat sommige imams hier in Nederland preken. En het is niet zo fraai. I didn't count how many people, but it's more than 25 people they are going already. Where are they going then? I don't know, maybe they going, some people they go back to their apple, some people go back to Bodel. It is cold, bad smell, wood smell, nothing good, nothing here. We don't want to be it luxury too much, but... Ik zou het ook zeggen. Ik ben het zo met haar eens. Als je gewoon, je wil ergens lekker naartoe. En je wil gewoon een lekker leventje opbouwen. En ja, dit is gewoon niks. Nee. Precies. We hebben ook helemaal niks te bieden. Weet je wel waar ik opgegroeid ben? Dat was gewoon in Amstelveen hoor. En op 150 meter afstand van onze flat... er was de grote buslijn naar Amsterdam. En dat was echt iedere 10 minuten, soms iedere 5 minuten, kwam er een bus langs. En dat denderde even lekker door. En de slaapkamer van mijn ouders, die had geen verwarming. En die van mijn zus ook niet. En ik was dan de eerstgeborene, dus ik had dan wel een verwarming. Maar ik heb ook hier in Nederland gewoond, gewoon verbleven, gewerkt, inderdaad, dus helemaal zonder verwarming. Want ik ben toch fucking een Nederlander. En ik kan daar wel tegen. En ik zeur daar ook niet over. En als ik geen buskaartje kan betalen, dan denk ik, is mooi. Dan neem ik een wandeling naar de stad. Want dit is mijn land. En ik klaag niet over dit land. En ik klaag niet over de voorzieningen van het land. Behalve dat er stel ik het debielen zijn. En dat vind ik dan wel weer irritant. De debiliteit. Maar die krijgen we straks. Met mijn grote idool, mijn absoluut de overtuiger dat ik geloof in politiek. De man met de Hongaarse vrouw en zijn geblondeerde haar. Met de partij van de vrije vogels was het toch, hè? Die meneer gaan we straks even doen. Doe als laatste als toetje. The Dutch people maybe say, well, we try to do our best. We give you a bed and something to eat and a roof. And why it's not enough? It is it is not completed. The building is not completed yet. And they should not put people inside. Where are you going? We don't. Well, kijk, hier heeft ze natuurlijk wel een punt. Dat ze zegt van kijk, jullie zijn helemaal niet voorbereid op onze komst. En dat klopt. Want jullie komst is onvoorbereid. Dat is tragisch. Maar ik wilde punt 1, dat hele gedoe in Afghanistan, daar was ik gewoon op tegen. Irak ook. Ik vond echt bullcrap. Dat was een angstaanjagerij. Ik vond Libië, vond ik
ook in de Centraal-Afrikaanse Republiek of zo, hebben we ook nog er lopen rampen tampen. En dan nu zitten we in Syrië. En inmiddels, ik heb ook dus met mijn buitenlandse vrienden het een en ander gehoord over de geschiedenis van Koerdistan en zo. Daar was ik het ook helemaal niet mee eens. Maar dan moet deze domme Trien hier, die denkt dat ze eventjes naar Nederland kan komen. En dan komt het hier wel goed. Hoe kom je erbij? In welk boek stond dat stomme kut? Kijk, ik wil mezelf niet beroepen dat ik zo ontzettend slim ben, want dat ben ik helemaal niet. Maar aan dit soort domheid heb ik echt een broertje dood. Now we tell them that we want to go. They say go. We was in good place. So why they bring us to bad place? This emergency, right? So this much better for a new people. When they reach here, they will stay here for one day or two days. But they say us, they tell us. Jongens. Maybe 2 weeks, maybe. Jongens, kijk. Ik vind deze jongen, ik geloof best dat het een goede jongen is. Maar hij is gewoon voor de gek gehouden. Maar het is niet mijn fucking schuld. We zitten nu, ik kijk dit is 2016, eind 2015. Ik weet al van de fucking conspiracy vanaf 2005 en ik was een laatkomer. Waarom doet deze man dit? Dat doet hij omdat hij gewoon geen twee hersencellen heeft om tegen elkaar aan te wrijven. Hoe denkt deze man hier in Nederland een bestaan te kunnen gaan opbouwen? Het eerste wat hij zal moeten leren is, hoe zeg je in het Nederlands, waar is het gemeentehuis? En dan moet je tegenwoordig ook nog elektronisch een afspraak maken hier in Arnhem. En dan moet je alles maar weten te vinden, dan krijg je een voorzieningtje. En dan? Wat denk je dat je dan krijgt? Wat denkt deze man dat hij dan krijgt? Een opleiding en een mooie baan bij Philips? Gaat er weg. Onze eigen kinderen hebben nauwelijks werk. En dan komt hij even hier binnen, want hij kent gebroken Engels. Nou, dat Engels wat hij kent, dat ken ik ook hoor. En die lange slungel die ernaast staat, wat moet die hier doen? Wat denken die mensen wel niet? Het is even los van de conspiracy, want dit is een conspiracy. Hè? Die massale immigratie, dat is een opgezet plan, een vooropgezet plan. Het is een strategie van Ortocom. Geef ze maar een naamje, Wattico. Dit is hully strategie. Dit is wat ze doen. En moeten deze mensen hier? En hoe gaan we met ze om? Weet je, als we ruzie gaan maken met deze mensen, en dan gaan ze ruzie maken terug. En dat willen we ook niet. Maar wat deze mensen verwachten van ons, dat zit er niet in. Hè? Want zij zijn voor de gek gehouden door een andere partij die met onze voeten speelt. 2 months we don't know. So how we will feel comfortable if we stay here? We cannot. Dan pakken we nou de laatste. Met mijn grote idool. En laat me eerst vertellen wat ik denk dat ik weet van Geert Wilders. En dan mogen jullie tegen mij zeggen, je mag maar reageren op mijn e-mail. Mijn e-mailadres is perry7.nl. Perry7@mac.com. Maar je kan naar mijn website gaan, daar vind je dat ook. Ik denk dat Geert Wilders all in the game is. Of je nou een vissenhoed op je kop hebt, of je vernedert jezelf door je haar te blonderen. Het maakt mij niet zo gek van uit. En zo'n stomme stropdas. En wat ik Geert Wilders niet vergeef, en dat bedoel ik letterlijk, en dat bedoel ik persoonlijk ook, als persoon.
Wat ik hem niet vergeef, is dat hij, mijn oma namelijk, ja, die heeft veel voor mij gezorgd. Ik heb een beetje een moeilijke vader-moeder situatie gehad. Maar niet heel moeilijk natuurlijk, maar ik heb het overleefd. Hè. Maar mijn oma heeft veel voor mij gezorgd, dus ik was veel met mijn oma. En als we dan boodschappen gingen doen, dan deed ze altijd als eerste een lange jas aan. Ook al was het de zomer. En ze deed een hoofddoekje om. En deze klootzak. Deze klootzak. Die heeft voorgesteld om de hoofddoek van mijn oma een kopvot te noemen. En er zijn er een paar dingen in het leven die ik niet pik. En die hebben allemaal te maken dat je niet moet komen aan mijn vrienden als ze down zijn of zo. Dan moet je mijn vrienden maar rust laten. Dan krijg je ruzie met mij namelijk. En je mag zonder niet meer aan vrouwen komen. Daar moet je echt mee oppassen. En dat geldt dan met name voor vrouwen in mijn familie. Dus mijn oma gaan beledigen. En haar hoofd een kop noemen. Dus mijn oma uitmaken voor iets wat minder is dan een paard. Dat heette maar mij aan de stok, hè. Daar kan ik behoorlijk boos over worden. Dat moest men mij niet doen. Of proor ik Fraans of zo. Nou. En er staat hier dus. Oké, even verder. Dan, het is algemeen bekend dat hij zit dus aan die, we hebben dus die katholieke kutkerk. En er wordt aangestuurd vanuit iets anders. Het is een uiterlijkheid, maar er zit iets anders achter. En die andere bloem van Uli, dat is dat Joodse volk. Hè? En hij is van dat Joodse volk. En die gaat dan altijd naar Israël. En die zit met de, die altijd naar de mos, weet ik veel wat van vent dat is. En die Joden die doen altijd zoveel mogelijk beledigen. Voor zover ze dan lelijk doen. En er zijn natuurlijk ook Joden die zijn beledigend. Maar die zijn leuk beledigend. Dus daar heb ik het dan niet tegen. Maar deze manier is vanuit zijn Joodse beledigendheid echt lelijk beledigend. En dat is maar mijn probleem. En hij leidt de aandacht af. Dus de strategie die achter deze man zit. Dat is dezelfde strategie die een toreador heeft met de stier. Zo'n toreador die heeft dus zo'n dolk verborgen achter in zijn broek of zo. Of zijn linkerhand. Maar dan heeft hij rechts heeft hij een rode lap. En de stier die holt op de rode lap af. En de toreador die doodt de stier. En hij is de rode lap. Hij zegt precies de dingen waar we niets aan hebben. En het lijkt te gaan alsof hij geeft om Nederland. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er zit hier ook een, even dit beeld. Ik ga maar een klein beetje, de geluid staat nog uit. Dat beeld even doorlopen. Het is toch niet interessant wat hij zegt. Er zit hier zit dus weer dat kruis in, zie je dat? Ja. Nederland als target, zien jullie dat? Ja. En er staat, no way, you will not make the Netherlands home. Dit is geen correct Engels. En daar had moeten staan, you will not make the Netherlands your home. Of your homeland. Or you will not conquer the Netherlands. En er zit hier een vaag dingetje, dat zal een bootje zijn.
Maar de sublimale boodschap die hierin zit, is dat Nederland onder vuur ligt. En deze lul, die mijn oma voor iets minder dan een paard heeft uitgemaakt. Zeg maar een soort... Hij was grof beledigend. Maar niet alleen mijn oma natuurlijk. Door mijn dochter gaat ook met een muts op over straat. Door, in mijn familie zijn vrouwen gewoon zedig. En ook leuk aangekleed. Iets vrolijker dan... Dus van ons mogen de vrouwen wel van alles. Maar onze vrouwen zijn gewoon zedig. En dat er dus Mohammedaanse vrouwen zijn die ook een hoofddoek dragen, dat vindt onze familie allemaal heel erg normaal. En als je dus een hoofddoek draagt, dan heb je dus een hoofddoek en niet een kopvot. Voor deze uitspraak alleen al mag je deze man elimineren. En daarmee bedoel ik gewoon tegen de muur zetten. Dat hij naar het sanatorium gaat. Naar het asiel. We maken nog een keer een fotootje van hem. En dan is het afgelopen. En dan gaat hij gewoon even bijkomen. Dat niemand hoeft echt dood. Geen lichaam hoeft dood. Dat is niet belangrijk. Maar wij moeten stoppen met te geloven in dit soort mensen. En wij moeten ons beginnen te gaan afvragen hoe het kon dat we in dit soort mensen überhaupt geloofden. En dat laatste is het allerbelangrijkste. Want anders praat ik tegen dovemans oren. Het is belangrijk voor een mens om een ander altijd te begrijpen. Dus als er mensen zijn en die hebben zo'n je vrouw heeft altijd een niqab of een burka of whatever. En dat heet hechting. Je moet gewoon hier blote kont over straat durven lopen, in principe. Maar dat is zo. Ik wil niet iemand tot gedachten brengen, weet je wel. Maar in principe moet je nergens aan gehecht zijn. Maar er zijn mensen die hebben hechting. En die willen gewoon, of Hindoestaanse mensen, willen die vrouwen zo'n stipje op hun voorhoofd doen. Of als we gaan trouwen, dan moeten we altijd rijstekorrels strooien, of whatever. Ja, die mensen heb je. Het is niet gezond, hoor. Maar je hebt ze wel. En wat niet goed is, is om tegen die mensen in te gaan. Mijn oma daarentegen, ja, die was dan gehecht aan haar haar. Als ze iets van, nou, ik doe er een hoofddoekje omheen, want straks gaat regenen. Ja. Dat is natuurlijk ook hechting. En dan wou deze lul eventjes belasting over gaan heffen. You go talk to my gun. Nou, even kijken wanneer die nou... Ik ga even naar de ondertitels kijken, hoor. A drowning men, women and children. Oh, jee. Dat is helemaal... Het gaat even over de oplossing. Die stem van hem vind ik zo lelijk. Ik wil jullie niet aandoen. Hè. Kijk maar naar die slecht vertaalde ondertitels. Immigrants will keep on and dare to make the crash over. Oh, een dubbele spatie daar. Ja, oké, dat is prachtig. Zien jullie het ook allemaal? Ja, ja. En dan komt dus de... Ja, maar dan... Hij heeft een hele goede oplossing. Ja, hij komt eraan hoor. Pas op, alle mensen. Australia, was de Sophisticated TV? Ah, de country sense. Ja, die wou ik hebben. Ik hoop dat jullie het kunnen lezen. The country sends refugees in safe ships back. Hè? Dat is natuurlijk niet de oplossing. Hè? Kijk, dit land waar wij wonen, dat was het kloterigste stukje van Europa. In de tijd. Dat wil zeggen, in de tijd dat wij begonnen zijn met schrijven. Dat het hier in Europa een beetje kwam. Daar heb ik
het over begin van onze jaartelling. Toen gold dit stukje Europa als onbewoonbaar gebied. Dus vandaar ook de bijnaam Kikkerland. Het is een goed land voor kikkers. Muggen genoeg. En dan hebben we die kikkers en die eten al die muggen op. Wij hebben van dit land wat gemaakt. En dat hebben we kunnen doen. Doordat we samenwerkten. En dat we empathisch waren. En er komen nu mensen naar ons toe. En die zijn helemaal niet empathisch. Die verwachten empathie. Die verwachten medelijden. Die hebben zoiets van, nou, ik kom hier naartoe en dan wil ik wel een kamer voor mezelf en mijn vrouw en een schemerlamp en een nachtkastje en ook een beetje, niet alleen shampoo, maar ook hairconditioner. Ja, dat zit er dus even niet in. Maar dat was het namelijk nooit. Dit is geen vakantieland. Dit is het kloterigste stukje van Europa waar je naartoe gekomen bent. Je kan beter naar Denemarken gaan. Maar zelfs Duitsland. Wat zei ik nou? Zelfs Duitsland. Nee, Duitsland hartstikke mooi. Man. Een pushback. We moeten de. Ja, wat jammer dat hij eronder staat. Hij komt dus even terug. Hè? Let the European Marines patrol for the coast of North Africa. Nee, meneer gele stropdas lul. Natuurlijk niet. Gewoon die mensen die hier naartoe komen vluchten. Die zoeken er lekker maar zelf maar uit. En als ze dan met de overheid een dealtje hebben. Dus ze hebben met de overheid een contract afgesloten. En ik heb niks te maken met mijn overheid, overigens. Want ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Maar ik ben pedant. Ik ben erudiet. Ik ben arrogant. Ik ben... ik word uitgemaakt voor slim. Maar als je aan mij vraagt wat ik nou eigenlijk heb, wat ik nou ben, wat mijn essentie is. Ik heb een fokhekel aan stupiditeit. En met mijn dochter, die was dus ook echt stupide toen ze geboren werd. En dat was amazing, Jim. Ik sloeg achterover gewoon. Want het was niet te volgen, die stupiditeit van het kind. En ik was iedere keer ademloos. Maar dat was mijn kind. En als ik tegen mijn kind zei... dan was er verder geen probleem. Maar over deze lul hier heb ik niks te zeggen. Ik kan hem nou wel uitschelden, weet je, en zeggen dat het een smeerlap is. Maar ik heb er niks over te zeggen. Maar hij is wel net zo stupide. Nou, dit slaat helemaal nergens op, deze manier doet. We gaan het vluchtelingenprobleem niet oplossen. Door mensen van buitenlandse afkomst, met andere cultuur en andere gewoontes, een beetje te gaan lopen afzeiken. Dat heet olie op het vuur gooien. En dan nu jullie stelletje domme Hollanders. En daarmee bedoel ik dus hol. Anders. Het is dat je assholes, zeg maar. Hol anders. Hoe heet dat? Assholes. Jullie assholes. Jullie hollers. Jullie stemmen erop. Haal het niet om mijn kop, man. Kan je niet zien dat die man zijn haar geblondeerd is?
Maar gelukkig, hij krijgt oudere trekjes. We gaan zo dadelijk nog even naar zijn stem luisteren. En alle immigranten zonder uitzondering. Hoe noemen we dat ook alweer? Doe even logica les. Alle immigranten zonder uitzondering, dat heet een dubbelzegging. Een tautologie. En dat noemen wij ook wel liegen. Niet informatief spreken. Gewoon spreektijd innemen terwijl je niks te zeggen hebt. Oké, ik ga hem aanzetten. Kijk hoe hard ik hem ga doen. Ik weet niet hoe lang ik het volhoud hoor, maar ik vind zijn stem heel naar. Soldaten, maar veilige manier terugsturen. Alleen dan zal de toestroom opdrogen en verdwijnt het probleem vanzelf. Kijk. Dus wat Geert Wilders hier bedoelt, het is. Doe het er even over die, want deze logica is geweldig. Ik begin één te snappen wat de New World Order gewoon allemaal inhoudt. Dan kan ik jullie gewoon logica les geven. En wat hij hier zegt, dat is geweldig. Op een kordate, maar veilige manier terugsturen. Ja, terugsturen, ja. Alleen dan ja. Zal. Kijk, dus alleen als wij die vluchtelingen op een veilige manier terugsturen, dan zullen ze stoppen te komen en dan verdwijnt het probleem vanzelf. Nee, natuurlijk niet, lul. Ben je 9-11 vergeten? Hé, hey, zal ik even in je neus gaatjes pulken zo? Hé, hey, 9-11, Ben je de moord op Abraham Lincoln vergeten? Ben je de gunpowder plot vergeten? Ben je de oorlog in Ierland? Zal ik aan je gele stropdas trekken en dan gewoon achter ze tevoren en kijken hoe hoog je kan hangen dat je met je benen nog spartelt? Nee, man. Jij voert ons naar de dood. En waarom deze man dat wil? Het is mij een wonder. Ik snap dat eigenlijk niet. Ik weet niet waarom deze man dat allemaal wil. Misschien is hij als kind mishandeld of zo. Nooit echt van weet van ouderlijke verzorging. Gewoon parental abandonment of zo. Het is niet oké wat deze meneer hier allemaal zegt. De toestroom opdrogen en verdwijnt het probleem vanzelf. Dat is alleen dan zullen er geen mensen meer verdrinken en komt er een einde aan die. Alleen dan zullen er mensen geen mensen meer verdrinken. Dus kijk die mensen die verdrinken met die kutbootjes waarmee ze de Middellandse Zee oversteken. En wij gaan ze in veilige boten terugbrengen. En dan zullen ze niet meer verdrinken op de eentocht. Het is een logica. Ik vraag me af wat hoe zijn tekstschrijver heet. Dat zal ook wel weer een jood zijn. Alleen dan wordt Europa niet langer overspoeld met gelukzoekers. Het EVRM-verdrag dat Nederland ondertekend heeft, garandeert immigranten een vrije overtocht. En dat verdrag willen wij nu opschorten. Want de mensensmokkelaars lachen ons keihard uit. Laten we het Australische voorbeeld volgen. Australië is een beschaafd land. Het pakt de zaken beschaafd, verstandig, maar keihard aan. Dat moeten wij ook gaan doen. En mijn boodschap aan alle immigranten is dan ook glashelder. Ja, kijk, Australië staat totaal onder controle van deze lui. En als je dat niet gelooft, dan moet je gewoon een internetabonnement kopen bij. Kan je kopen bij email.com. Of was het nou com/email? Maar in ieder geval bij een van de bijna moet je internetabonnement kopen. En dan kan je naar de Vinnie Eastwood Show gaan luisteren. En die zit dan weliswaar in Nieuw-Zeeland. En dan heb je daarnaast nog Max Egan. En die zit in Australië. Maar die zit ook overal. Dat is een globalist. Dat is ook echt een non-culturalist. Die
natuurlijk echt met die lokale mensen daar, hoe heet ze nou ook alweer, weet je, Aboriginals, die Aboriginals, is zo helemaal one feel, one love, zo. Zo'n Bob Marley. In Australië is het allemaal één grote kutzooi. En het is helemaal geen probleem dat die mensen hier naartoe komen. Ik heb helemaal geen moeite met Mohammedaanse mensen die hier naartoe komen, of Hindoestaanse mensen. Sterker nog, ik vind het eigenlijk wel oké. Ik heb moeite met het feit dat hier mensen naartoe komen waar we net naar gekeken hebben. Een soort van toneelspelers. En mensen die hier een geintje komen maken. Ik bedoel, wij moeten hier ook eten en ja, onze billetjes afvegen en haartjes wassen. En wij moeten ook van alles doen. En dan moeten we onderwijl nog voor al die andere mensen gaan zorgen. Dat gaat natuurlijk niet. Dus als je ergens naar binnen komt als vluchteling, dan zal je moeten schikken. En je zal je goed moeten verdiepen van tevoren waar je naartoe gaat. Want stel dat ik wil vluchten en die kans is niet eens heel klein of zo. Maar dan zal ik me ook moeten afvragen van waar ga ik naartoe. En vermoedelijk vlucht ik naar het noorden. En dat is de plek om naartoe te vluchten. Het is altijd beter dan naar het zuiden. Want in het zuiden, daar is het mooiste klimaat. En daar groeien de dikste tomaten. En in het noorden is het maar behelpen. Dat is het land van de schemering. Het avondland. En het noordwesten is het ultieme avondland. Ja, en dat die mensen hier naartoe vluchten is echt begrijpelijk. Dus wij moeten ze met open armen ontvangen. Wij mogen ze met open armen ontvangen en we kunnen ze met open armen ontvangen. Maar niet op een manier zoals ik laatst, toen ik gewoon naar huis liep. En dat was, ik had een potje schaak gespeeld in de kroeg en ik heb een korte doorgang naar mijn flat en dat is een steegje. En dat vind ik wel zo makkelijk om er eventjes doorheen te lopen. En toen kwamen er drie van die fortune seekers, zo, zoals meneer Wilders zo mooi zegt. Gelukzoekers. En een van die gelukzoekers die zei tegen die andere gelukzoeker: kijk niet zo geil naar die man. Kijk, ik weet, en ik wil niemand voor de borst stoten, maar er is een bepaalde gelijkenis tussen de dingen die in de Bijbel staan en wiskunde. En het geldt trouwens ook voor dingen die in de Koran staan. En het geldt ook voor dingen die het geldt voor meer dingen. En dat je met drie jonge jongens van in de 20 tegen een man. Ik ben nog steeds. Ik word bijna 57. Hè. Dat je tegen een 57-jarige. Dat je tegen elkaar gaat zeggen. Zo duidelijk dat die man dat ook kan verstaan. Van wat kijk je geil naar die 57-jarige man. Het is geen goede strategie. En jullie moeders, zeker jullie ooms of een neef, hè, die zou tegen jullie moeten zeggen van, hé joh, dat moet je niet doen. Je moet die Hollanders, Nederlanders, hoe je ze maar noemt, en je moet ze gewoon met rust laten. Als ze jou niks doen, moet je jullie ook niks doen. Als je dat wel gaat doen, dan lok je een reactie uit. En de vraag is natuurlijk welke reactie je dan uitlokt. En jij weet dat niet.
En ik weet dat nu ook nog niet. Maar wat ik wel weet, is dat je uiteindelijk een reactie uitloopt. En wat ik ook weet, is dat mijn ras, mijn soort mens, wij zijn weggejaagd van de lagere gebieden. En als jullie hier willen komen wonen, dan kan het best. Maar dan zie je er over 100, 200 jaar, 300, 500 jaar, ben je net zo wit als wij. En of je dan nog steeds met je Allah staat te roepen, dan, ik vraag het me af. Want de katholieke kerk heeft de langste tijd gehad. En je gaat in ieder geval niet redden door iemand zoals ik te belagen in een steegje. Dat is gewoon way beyond, jongen. En dan moet je echt gaan afvragen waarmee je bezig bent. En de meeste buitenlanders worden door ons gezien als lafaards. Kijk, wij blanken, wij Hollanders, wij zijn niet zo agressief, wij zijn terughoudend. En daarom lijken wij laf. Maar zijn we niet. Want als er eentje van ons achter jullie aankomt, ben je echt lul. En wij gaan gewoon in ons eentje. Ja? Jullie komen met z'n drieën, in ieder geval wat ik tot nu toe gezien heb. Dat jullie komen met z'n drieën. En dan jong en dan tegen oud. Dus drie jongelingen tegen één oude lul. Dat durven jullie aan. Of drie jongelingen tegen één meisje. Is gewoon erg. Jullie denken dat wij laf zijn, maar dat zijn wij niet. Wij zijn terughoudend. Wij proberen het op te lossen met het woord. En jullie moeten vooral niet de grens op gaan zoeken. En doe dat niet. Of doe het een keertje wel. Dat kan je ook doen. En dan kunnen wij ons van onze goede kant laten zien. Maar dan komen we echt binnen. En dan gaan er bij jullie ook gewoon ruiten snuivelen. En dat wordt een massive attack. Want als wij jullie gaan aanvallen, wat wij nou gaan doen, ik kan wel een beetje verklappen. En wij gaan een netwerkje opzetten. We rammen jullie eruit, net zoals we de Jezuïeten uit Frankrijk geramd hebben. Weet je hoe we dat gedaan hebben? Ga een geschiedenis leren, man. Je moet wel weten wie je vijand is, hè? En we denderen jullie er ook uit, hoor. Want dit is wij. Je kan ons niet vermoorden. Je kan het wel proberen. Maar het gaat je niet lukken. Jullie schrijven van. Jullie schrijven rechts naar links. Dat is al een fout idee om te beginnen. Dus je krijgt ons niet vermoord. Wij zijn niet beter dan een ander mens. Het enige verschil tussen ons en jullie is dat wij weten dat wij niet slechter zijn dan een ander mens. En wij weten dat. En jullie lopen rond met een of andere slappe, half besneden of fout besneden piemel of zo. En gaat een beetje lopen kakkeren tegen mensen als mij. Bedenk goed dat ik heb de dansen dan nu toe ontsprongen. En jullie hebben een paar keer voor mijn bek geramd. Maar dat was een paar keer, hè? En dat was het over. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Nou, om het positief af te sluiten.
dat ik hoor hier uit gaan komen, dat is dat empathie, dus het zorgen voor elkaar, dat is het allerbelangrijkste. En om te zorgen voor elkaar moet je rekening houden met elkaar. En daarvoor moet je eerst kunnen rekenen. Dat is wat we moeten gaan doen. Eerst leren rekenen, dan leren rekening houden met elkaar. En dan gaan we ons een beetje empathisch gedragen. En dan durf je het tenminste ook. En het is natuurlijk een zware opdracht. Dat mensen denken van potverdorie. Moet ik nou echt 1 plus 3 is 4? Ja, inderdaad. En 2 plus 2 is 5. Hoorden jullie die grap? Dan gaan we het daar volgende keer over hebben. Over echt leren rekenen. En echt leren rekening houden met elkaar. En laten we vooral beseffen dat we allemaal kindjes zijn. We weten eigenlijk geen donder. En als er iemand is die weet dat we geen donder weten, dan is het wel deze. Ik ga hem in zijn neus klikken. Hop. No way, no way, you will not make the Netherlands home.